Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie zal de komende periode ontwaterings- en rehabilitatiewerkzaamheden uitvoeren in het resort Latour. De binnenwegen van Latour zijn opgenomen in het landelijk bestratingsprogramma. Dit project zal in fasen worden uitgevoerd. Avinash Devu, waarnemend onderdirecteur droge civiele technische werken, zegt dat het in deze gaat om wegen die in de regentijd onder water lopen. De rioleringen van deze straten worden eerst aangepakt, daarna zal gewerkt worden aan de fundering om vervolgens deze wegen opnieuw te bestraten.